Stefan, dat was een ook verdedigend een hele goede avond, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Vrijwel niks weggegeven. En ook 4 keer scoren, dus ja, we kunnen heel tevreden zijn. Ja, dan gaat het op een avond zoals deze gaat de aandacht natuurlijk uit naar een fantastische goal van Persie. Aanvallen, eerste 30 minuten speelden jullie vrij fanatiek, maar niets weggegeven. Ja, op 1-2 kleine momenten na inderdaad niks weggeven. En ja, was alles duidelijk en voerde iedereen zijn taken goed uit. Verdedigers, aanvallers willen nog wel eens iets hebben van als de eerste 2 ballen goed zijn, dan zit ik lekker in de wedstrijd. Hoe is dat bij jou? Ja, ik denk dat dat voor verdedigers ook wat... Meen je dat echt? Nou ja, het is altijd lekker als de eerste paar ballen goed gaan. En dat geeft toch vertrouwen. En dat zie je dan ook terug in de rest van de wedstrijd. Ja, ik zag je kappen, ik zag je draaien, inschuiven, inpasen. Zijn dat allemaal normale kwaliteiten van Stefan de Vrij? Ja, dat zijn wel kwaliteiten van mij. Ja, zijn mijn sterktes en daarom heeft de bondscoach mij ook geselecteerd, denk ik. En ja, dat moet ik ook gewoon hier laten zien. Wat kan er nog beter? Want op jouw leeftijd zit er nog veel in het vat, neem ik aan. Ja, ik kan nog heel veel beter. Alles moet nog beter. Maar noem eens wat er nou echt beter moet bij jou. Nou ja, ik heb ook een aantal keer balverlies gehad. En ja, dat moet eruit. Maar ja, als de intentie goed is, dan kan ik daar alleen maar van leren en daar beter van worden. Stond er eentje voor je te klappen voordat de bal van je voet vertrok in de eerste helft? Weet je wie dat was? Geen idee. Hij stond aan de rechterkant, bijna op de plek van de rechtsback. En je crosste hem een metertje of 65 naar Robben. En die heeft geloof ik 5 seconden te klappen. Ja, klopt. Hij ziet graag zulke ballen. En als ik die ruimte zie, dan probeer ik die ook te geven. En ja, ik denk dat hij blij was met die bal. Ben je wel eens in Brazilië geweest? Nog nooit, nee. Gaan we gaan boeken. Ik hoop dat ik mee mag en vooralsnog zijn we nog niet zeker gekwalificeerd. Ja, dat laatste dat gooien we weg, maar dat eerste vind ik wel mooi om te horen. Ja, ik moet gewoon het laten zien bij mijn club en dat is het belangrijkste. En ik denk dat ja, de bondscoach daar zeker naar kijkt. Mooi dat je zo nuchter bent. Gefeliciteerd. Dank u wel.